Yeah. Okay, here we are again. Even zo goed zetten en zo. Ah. Nou, is heel leuk. Ik doe het weer op mijn mobieltje. Niet dat die andere kamer kapot is, maar ik wil gewoon even zeggen. Kort videootje maken. Het is vandaag maandag 2 april. En afgelopen zaterdag 31 maart hebben mijn vrouw en ik samen, voor het eerst samen, een liedje geschreven. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben er heel erg trots op dat zij en ik samen hebben gedaan. Dat vind ik gewoon leuk. Het is nog niet af. Dit is wat ik nu ga spelen is een voorproefje. Ik ben wel erg trots op mijn vrouwtje. Op mijn vrouw. Niet vrouwtje, maar vrouw. Ananya Thomassen, junior. Juist. Van junior dus. Dat is ook een senior. En ik wil alvast het stukje wat we hebben geschreven. Het is nog niet af. Wil ik alvast een stukje voordragen. Het is een pre-taste. Een voorstukje. Het is gebaseerd op Jesaja 60 vers 2. Het heeft ook nog geen titel. Nee, we hebben nog niet echt een titel. We zijn het nog aan het uitwerken. Het is nog niet klaar, maar het is een leuk beginnetje. En ik laat het beginnetje even horen. De duisternis zal de aarde bedekken. Samen, ons eerste liedje samen. Ik hoop dat er nog heel veel zullen volgen.
En ik ben er bijzonder trots op dat Hananya en ik dit hebben mogen schrijven. En het was eigenlijk een spontane actie afgelopen zaterdag. Het is een stukje Jesaja 60, vers 2 en 3, waarbij het gaat over de Alia, het terugkeren van de Joden naar Israël. Nou, dat gebeurt in onze tijd. En dat is wel een hele bijzondere tijd. God heeft beloofd dat hij het Joodse volk, de Israëlieten, de nazaten van Abraham, Isaac en Jacob, dat hij ze terug zou brengen naar het land Israël. En ja, dit stukje Jesaja 60 gaat daarover. Onder andere, er zijn veel meer passages in de Bijbel die daar naar refereren. En dit kwam er afgelopen weekend min of meer spontaan uit. En is bewerkt door Hananya, Thomas en Junior en mij. En daar ben ik echt bijzonder trots op. Dat wil ik even uit trots wil ik dat even presenteren aan jullie. Het is nog niet af. Ik bedoel, het is het begin. We willen het nog afmaken. Dat hebben Hananya en ik ook gezegd. En tegen elkaar ook. Dus de rest volgt. Maar het is een leuk beginnetje alvast. Dan heeft iedereen het idee in welke hoek je het moet zoeken ten aanzien van hoe het gaat klinken een beetje. Dus en ik ben er echt bijzonder trots op dat mijn vrouw en ik het samen hebben. Het is vandaag eventjes. Oké, dit was het. Hier laat ik het even bij. Hoi hoi.